Zitten we goed zo? Je moet wel die kant op kijken. Ben je er klaar voor? Nee. We gaan gelijk voor het echie. Was het geluid goed? Helemaal gezellig. Maar een beetje goed. Je beste vriend of vriendin blijkt een oogje te hebben op je broer of zus. Wat doe je dan? De vraag van deze week is, mogen jouw vrienden met je broer of zus gaan? Moet er niet aan denken. Moeten het wel hele leuke vrienden zijn, want ik heb wel een hele leuke zus. Nee. Nee. Nee? Nee. Kijk, een keertje gaan op een feestje, dat vind ik helemaal prima. Nou. Oh, lastige. Ik denk dat familie is sowieso, zeg maar, wel echt een ander level dan vrienden. Dus je kiest eigenlijk altijd wel je familie boven je vrienden. En ik zou echt nooit daartussen willen staan. Dat moeten ze lekker allemaal moet zelf weten. Moet het wel een goede vriend zijn. Dan moet het wel gewoon een leuke gast zijn, weet je wel. Maar ik hoef niet dat ik wakker word en dat er een vriend van mij daar zit. En dat hij ook zegt, yo, goedemorgen Sam. Gaat alles lekker met jou? Met mijn broertje mogen mijn vrienden wel gaan. Dat vind ik echt normaal weer. Maar gaan als in gaan. Ja, echt gaan. Gewoon echt gaan. Ja, nee. Ja. Er zijn grenzen in het leven. Maar mijn zus die is oud en wijs genoeg om zelf weer te bepalen waar ze zin in heeft. En met wie ze wil. Nee, ik denk het niet. En daar moet ik echt even over nadenken. Mijn zusje heb ik wel iets meer last mee. Nou, het ligt eraan hoe close die vrienden van mij zijn waarmee, zeg maar, mijn zus zou gaan. Maar zoenen en seks zijn dan wel twee verschillende dingen, vind ik. Weet je, seks vind ik, hoeft voor mij niet. Nee, als ik erbij nadenk, nee. Nee? Nee, nee, nee. Ik heb een zusje van 15 natuurlijk. Dus dan ben je als oudere broer van 20 wel een beetje nog waakzaam over haar? Nee, tuurlijk niet. Nee, dat zou ik echt heel erg vinden als bijvoorbeeld mijn ex nu met mijn broer of mijn broertje zou gaan. Dat zou ik niet aankunnen. Ja, ik heb namelijk een zusje van 15. Oeh, dus dat is wel moeilijk. het is realistisch. En nee, nee. En ik zou het heel smerig vinden. Zeg maar echt heel onsmakelijk. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik dan op dubbel date ga met mijn broer of zo. Maar een keertje zoenen, dat mag ze lekker zelf doen. Want ik heb hele leuke vrienden. Ik denk in de toekomst, als mijn zusje ouder wordt, al zeg ik met pijn in mijn hart, dan zal ik uiteindelijk wel moeten laten gaan. Ja. Het lijkt me niet heel leuk of zo. Want dan zie je elkaar, zeg maar, ook in ander verband, zeg maar. Dan moet je je vriend ook in één keer gaan zien als je soort schoonfamilie. Maar een goede vriend? Een goede vriend, ja, als ik echt weet gewoon van oké, hij is gewoon echt serieus, ja, dan denk ik van wel. Nee, het mag niet. Nee, sorry. Oké. Nee. Echt niet. Dus nee. Dus als ik morgen je zusje zoen, krijg ik dan een klap voor mijn kop of? Zo. Ja, hè? Nee. Jou niet nou. Jij mag alles slikken. Jij mag het allemaal, echt waar. Maar het lijkt me heel gek of zo. Ja, ja, dan word je wakker en dan. Ja, precies. Zit in één keer mijn zusje daar ook, weet je. Dus, nee, dat is gek. Ja, ja, nou, liever niet. Laat ik het zo zeggen. Liever niet. Maar het moet wel kunnen. Vooral op latere leeftijd. Nou ja, aan de ene kant, kijk, vroeger denk je natuurlijk aan van, oh, hoe leuk zou het zijn als je vriendin met je broertje gaat. Stel dat ik met mijn beste vriend zou wonen en mijn zusje heeft met mijn beste vriend, ja, dat is heel gek. Ja. Maar stel dat ik op een gegeven moment 26 ben en die beste vriend van me ook, en mijn zusje ook, weet je, dan wonen ze eigenlijk gewoon met elkaar, dat is prima. Ik zou wel eventjes naar die jongen toe lopen, ik zou zeggen, even lief geven, want ja, 15, 20, weet je wel, maar... Ja. Dat is gewoon illegaal. Snap, het is eigenlijk illegaal. Ik kan je gewoon aangeven, dat doe ik niet. Ik ben een aardige broer. Zou ik wel doen. Nou, het doet niemand iets goeds, denk ik. Beter niet. Ja, als ze daar interesse in hebben. Mijn vrienden zijn wel over het algemeen ouder. Mijn broertje is jonger, maar als ze dat willen, dan alleen maar leuk. Zie ik ze vaker thuis, ja. Dan hoop ik zelfs dat ik goede vrienden word met de man van mijn zus. Ja. Weet je, dat is alleen maar gezellig. Alleen maar chill ook, inderdaad. Ja. Het is niet zo dat je dat moeilijk hebt. Het ligt er wel aan wie, maar als het echt mijn vrienden zijn, kijk, mijn vrienden ken ik goed. Dus als het mijn vrienden zijn, dan vind ik dat gewoon prima, ja. Maar ik vind het over een paar jaar boeit me niet meer, moet je doen wat ze wil. Dat is wel lastig, vind je? Nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Als je wakker wordt naast diegene dan of zo. Ja, dat lijkt dat me dat diegene dan bij de tafel zit als jij wakker wordt. Ja, dan heb je net misschien, of je hebt ruzie met diegene in je vriendengroep. Ja. En dan, ja, je kan niet even zeggen van, weet je, dag. Rot even op, ja. Dit waren de antwoorden van mijn vrienden en nu ben ik wel benieuwd wat jullie op deze vraag zouden antwoorden. Laat het even weten in de comments en dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vraag. Later!